Joert is een ronde tent, we voelen ons verwend. Joert is een ronde tent, we voelen ons verwend. Joert is een ronde tent, we voelen ons verwend. Welkom weer bij een nieuwe editie van Finding a Better Way to Live. We zaten op de fiets door Frankrijk, maar nu zijn we weer in ons koude kikkerland. Niet alleen is het hier koud, maar het regent ook. En we laten ons door niets weer houden om bij Nienke en Benjamin op bezoek te gaan. A heaven on earth. Wij wonen in een joert samen. Wil jij uitleggen wat een joert is? Een joert is een ronde tent uit Mongolië. Willen jullie ons die joert laten zien? Graag. Kun je misschien iets vertellen over waarom je in een joert bent gaan wonen? Het is gewoon heel romantisch. Daar hou ik van. Je wordt zo omarmd door je huis. De natuurgeluiden die je door de joert voelt en hoort, dat is zo magisch. It's unbelievable to live here, unbelievable to feel it. In a place, you feel super safe, but at the same time, you're super connected with the nature. You're actually weak and strong. You need to find the balance in the two extremes. Every time is something what you need to fix. Every time is something what you need to deal with. Een avontuur. Elke dag. En it's amazing. We hebben stromend water en elektriciteit. In de winter hebben we alleen elektriciteit, geen stromend water. Dus gaan we met onze jerrycan elke 3 dagen gaan we naar een kraantje toe en komen weer terug. En dan hebben we wel een heel leuk elektrisch pompje. Oh, dus dan doe je zo daarin duwen, ja, en dan kan je het wel precies stromend water precies gebruiken. Precies, dus dat is heel fijn. En ik heb natuurlijk ook alleen hier gewoond en komt er allemaal niet zo goed overzien. Er was heel veel lekkage en ook schimmel uiteindelijk. En oh, het ging allemaal een beetje mis. En toen kwam mijn held. En dan de engel. Ja. The hero on the white horse. Ja. Het is echt niet niks. En we zijn echt door allerlei processen gaan. Ook met de joert zo. Maar dat maakt het ook leuk en dat maakt het levend. Dat maakt het, houdt de beweging in mijn leven en in ons leven. Ook dat we een keer een storm hadden. En dat het voelde alsof we op een zeilschip waren. The trees were like this. Oh, like standing, not standing anymore, they were laying bijna. And the yurt, of course, shaking, moving. The cover goes up and Nienke, let's go outside the rope overhand. And what? Hey, it's still standing. Exactly. Yeah. Slaap maar, lieve Oscar. Ik lag echt even heel lekker. Dit wordt een kritische vraag. Zo'n kachel, is dat eigenlijk wel goed om daarop te stoken? Want de deur gaat de hele tijd open, alle warmte is weg, dus de isolatie is niet al te best. Hoe zien jullie dat? Qua stoken is het gewoon eigenlijk is het best wel vervuiling. We eten alles biologisch en we proberen wel zoveel mogelijk duurzaam te leven. You also need to take care of so many things here. Mm-hmm. And there's a limit. You cannot take care of everything at once. We have a lifetime to learn that. So and that's the kind of process, I guess. Mooi gezegd. Hoe is dat om altijd in dezelfde ruimte te zijn? Want goed, voor mij is dat ik best wel persoonlijke ruimte nodig heb. Kan je iets vertellen hoe dat voor jullie werkt? In het begin, de eerste 2 weken, waren echt zo wennen. En ook dat we gewoon echt toen het dieptepunt van onze relatie hebben bereikt. Gewoon echt, we waren echt aan het zoeken van hoe doen we dit? En wat het nu heel erg is dat dat we gewoon in gesprek blijven. Dat is het. En helemaal oneindig jezelf zijn. Dat is het gewoon. Helemaal jezelf zijn in alles wat er is. Een joert is een ronde tent. We voelen ons verwend. Dit was weer een sprankelende editie van Finding a Better Way to Live. Hoe kunnen mensen het joert leven volgen? Wij hebben een Facebookpagina, A Heaven on Earth. En ons kunnen jullie volgen op Finding a Better Way to Live. Ook heel belangrijk. Wij genieten nog na van de knusheid hier in de joert. Nienke, Benjamin, ontzettend bedankt voor jullie gastvrijheid. Doei! Doei! Doei!